Dit is Woerden TV met het belangrijkste nieuws van afgelopen week. De eerste statushouders hebben hun woonruimte in de Stadspoort betrokken. Medewerkers van GroenWest en de vrijwilligers van Wij Zijn Woerden hebben de afgelopen week hard gewerkt om de Stadspoort klaar te maken voor bewoning. De vrijwilligers hebben de bedden in elkaar gezet, schilderijen opgehangen en de keukens ingericht. Veel inwoners reageerden op de oproep van Wij Zijn Woerden. Een mooi en warm welkom voor de nieuwe bewoners van Stadspoort. Het komende jaar zet het college van Woerden extra in op de bouw van sociale huurwoningen. Hiermee wil het college de druk op de sociale huurwoningmarkt verminderen. Dit komt zowel ten goede aan de huidige woningzoekenden als aan de statushouders die gemeente Woerden de komende jaren moet huisvesten. 9 locaties gaan we onderzoeken. En daar komen sociale huurwoningen, maar dat is en voor statushouders, maar ook voor mensen die gewoon op de wachtlijst staan. En we doen dat omdat we nog niet vastgelegd hebben hoeveel woningen er precies per locatie komen. We willen echt per locatie eerst eens bij iedereen horen van wat mensen daarvan vinden. Dus we willen mensen daar vooral in meenemen. Het college vraagt de raad in januari in te stemmen met de te onderzoeken locaties en vraagt de kaders vast te stellen. In maart 2017 zal de uitkomst van de meest geschikte locaties worden voorgelegd. Daarna kan de raad akkoord geven voor de ontwikkeling van deze locaties. Brandweer, politie en ambulancedienst hielden afgelopen maandag een grote oefening in Woerden. Langs de snelweg A12 werd een ernstig ongeval nagebootst. Een kettingbotsing zou zijn ontstaan nadat een vrachtwagen een pilaar van een taluut had geraakt. Door het ongeval raakten diverse personen bekneld. De politie kreeg een extra uitdaging. Bij het ongeval was ook een auto van Geldnet betrokken. Een situatie die extra veiligheidsmaatregelen vergde. De Woerdense Jiske Griffioen heeft maandagavond de Esther Vergeer Award voor beste rolstoeltennisser in ontvangst genomen. De bekendmaking van de Esther Vergeer Award 2016. Wie is het geworden? De rolstoeltennisser van het jaar is geworden Jiske Griffioen. De 31-jarige topsporter sleepte afgelopen zomer 2 gouden medailles in de wacht op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. En Griffioen won ook na haar successen in Rio belangrijke wedstrijden. Zo werd ze vorige maand eerste tijdens de Wheelchair Masters in Londen. Op 21 december hoort de Woerdense of ze de Paralympische sporter van het jaar 2016 wordt. De Esther Vergeer Award bestaat onder meer uit een bronzen beeldje. En dat was het voor nu. Meer en actueel nieuws vind je op onze website woerden.tv. En vergeet niet ons te liken op Facebook en YouTube. Dag!